De Battlefield franchise gaat al jaren mee en staat nog steeds garant voor een verkoopsucces. Zo verkocht Battlefield Bad Company zo goed dat er een deel 2 in de maak is. Maar voordat we daarmee aan de slag kunnen, komt DICE met de downloadbare game Battlefield 1943. Zoals de naam al doet vermoeden, is Battlefield 1943 het vervolg op Battlefield 1942. Battlefield 1942 was een PC-game die al jaren geleden uitgekomen is, maar deze was zo populair dat DICE besloten heeft om het spel na te maken. Uiteraard hebben ze het spel wel in een grafisch nieuw jasje gestoken. En wat opmerkelijk is dat de game alleen via Xbox Live Marketplace of de PlayStation Store gekocht kan worden en de game kost ongeveer 13 euro. Battlefield 1943 is in tegenstelling tot Battlefield Bad Company volledig multiplayer gebaseerd. Battlefield is een franchise die namelijk echt populair geworden is door de multiplayer en Battlefield 1943 pakt als het ware de oude succesformule weer helemaal op. Het spel beschikt over de drie populairste mappen uit Battlefield 1942, namelijk Wake Island, Iwo Jima en Guadalcanal en over een bonusmap genaamd Coral Sea. De map Coral Sea is vrijgespeeld door de community van de game door 42 miljoen kills te halen. In deze map is het de bedoeling om luchtruim te veroveren door vijanden uit te schakelen met jouw vliegtuig. En het spel speelt zich af in de zeeën rondom Japan in de Tweede Wereldoorlog. Je zult dus vooral op tropische eilanden vechten en deel uitmaken van het Amerikaanse leger of het keizerlijke Japanse leger. In Battlefield 1943 is de vertrouwde Conquest-modus weer helemaal terug, wat betekent dat je vlaggen zult moeten veroveren om te winnen. De vlaggen staan in dorpjes verspreid over de eilanden en door naast een vlag te gaan staan ben je die vanzelf aan het veroveren. Het leger dat de minste vlaggen beheerst is dus punten aan het verliezen. Wanneer de verliezer het nulpunt heeft bereikt, is de match over. Hierdoor ontstaat er een tactische sfeer. Het is namelijk makkelijk om dichtbij een vijandelijke basis te gaan staan en vijanden één voor één af te slachten, maar aan de andere kant verdien je meer punten door een vlag te veroveren en zorg je ervoor dat je team niet verliest. Wat vooral opvalt is dat in Battlefield 1943 al vanaf het begin als een team wordt gespeeld, zodat er dus echt wordt nagedacht over wie naar welke vlag gaat. Aan het principe van de gameplay van Battlefield 1943 is weinig veranderd. Zo is het nog steeds een multiplayer sandbox game, waar spelers kunnen gaan en staan waar ze willen. Wel is er gesneden in het aantal verschillende klassen waaruit men kan kiezen. Het is nu slechts mogelijk om te kiezen tussen de Rifleman, Infantry en Scout. Wat de voorgaande Battlefield games onderscheiden van bijvoorbeeld de Call of Duty franchise was het goed gebruik maken van verschillende voertuigen in de game. Natuurlijk zit het met de voertuigen ook in deze game weer helemaal goed. Zo kun je het luchtruim onveilig maken met vliegtuigen, de zee met boten en het land met jeeps en tanks. Het leuke aan de voertuigen is dat er moet worden samengewerkt om het maximale uit het desbetreffende voertuig te halen. Tevens beschikt Battlefield 1943 ook over een heus rangsysteem. Zo wordt op de officiële website van de game al je statistieken bijgehouden en kun je in de game in rang vooruit gaan door veel punten te scoren. En dit is dus iets dat spelers aanmoedigt om de game te blijven spelen. Misschien is er één ding wat je deze game zou kunnen verwijten en dat is het geringe aantal maps of het geringe aantal wapens. Er is namelijk geen mogelijkheid om nieuwe wapens of iets dergelijks vrij te spelen. Wanneer je dus in rang vooruit gaat, zal dat geen invloed hebben op de game, buiten dat andere spelers kunnen zien hoeveel ervaring je hebt als Battlefield 1943 speler. Wat wel bijna zeker is, is dat er nieuwe maps gaan komen in de vorm van downloadbare content. Maar het is nog de vraag of hiervoor betaald moet worden of dat we gratis hiermee aan de slag kunnen.
Wanneer je Battlefield 1943 voor het eerst zult zien, zul je bijna niet kunnen geloven dat het hier slechts eigenlijk om een downloadbare game gaat. Battlefield 1943 ziet er namelijk zeer goed uit. Het spel draait op de standaard console engine van DICE, die bijvoorbeeld ook gebruikt is voor Battlefield Bad Company. Dit betekent automatisch dat er ook in deze game het een en ander gesloopt kan worden. Vooral kleine huizen rondom vlaggen worden de dupe van bijvoorbeeld vliegtuigbommen. En dit heeft daadwerkelijk invloed op het verloop van het spel, want de vlag is namelijk moeilijker te verdedigen wanneer er geen huizen omheen staan als bescherming. Verder straalt Battlefield 1943 een tropische sfeer uit en zien vooral de bomen en het water er fantastisch uit. De karakters en de voertuigen zien er wat minder uit, maar wanneer je zelf realiseert dat het hier om een downloadbare game gaat, besef je toch echt dat de gehele game er gewoon goed uitziet. Naast dat de game er goed uitziet, hoort het spel ook nog eens prettig aan. Vooral de explosies van vallende bommen of granaten die ontploffen zijn mooi om te horen. Daarnaast is alleen het luchtalarm uit deze game nog kenmerkender. In Battlefield 1943 is het namelijk mogelijk om controle te nemen over een drietal bommenvliegtuigen om vervolgens een gedeelte van het speelveld eens goed in de as te leggen. De tegenstander krijgt hier van tevoren wel waarschuwing van in de vorm van een luchtalarm en het is geweldig om te zien hoe spelers hierop reageren. Met Battlefield 1943 haal je multiplayer ervaring binnen die niet onderdoet voor een Call of Duty game. De game zit zeer goed in elkaar, speelt lekker, ziet er goed uit en beschikt over een topkwaliteit geluid. Dit allemaal slechts voor een kleine €13 en het valt niet anders te omschrijven dan een topdeal.